Uitstekende sfeer op Sclessin met opnieuw meer dan 22.000 abonnees. Vol goede hoop, want Standaard opent al met 4 overwinningen, 3 Europees en vorige week bij KV Mechelen. Telkens met een andere ploeg en ook nu roteert trainer Guy Luzon. In vergelijking met de Europese wedstrijd beginnen Van Damme en Buijs nu wel. Özturk maakt zijn officieel debuut voor Standaard. En de Camargo staat voor het eerst sinds zijn terugkeer in de competitie in de spits met Ezekiel. Stanley Menzo keert terug naar de plaats waar hij met Lierse kampioen werd 16 jaar geleden. Dat is ook de laatste keer dat zijn ploeg hier kon winnen. Bij Lierse geen wijzigingen in het elftal in vergelijking met vorig weekend. Dolly Menka, dus ook nu weer de meest vooruitgeschoven man tegen de club waar hij zijn opleiding kreeg. De scheidsrechter in Luik is Frederik Geldof. 12 minuten ver en dit is al de vierde corner voor Standaard in de wedstrijd. Net naastgekopt door Van Damme, of was het Kanu die er als laatste bij kwam. Op dat ingeven van Mujangi Bia. Het was Kanu. Jelle Van Damme. Snel uitverdedigen bij Standaard. Mujangi Bia. Zoekt de vrijstaande maat, vindt hem niet meteen, maar krijgt hem dan terug van Wils. En Standaard toch nog in de aanval met Bulot. Ezekiel, Bulot, de bal is vrij en het doelpunt is er. Mujangi Bia met de verdiende 1-0 voor Standaard. De trainer erg blij omdat het een mooi uitgespeelde aanval was van Standaard. Dat eigenlijk druk zetten van in het begin op die verdediging van Lierse en daar nu voor beloond wordt. Bulot in de loop van Mujangi Bia, zijn derde van het seizoen. Eentje Europees vorige donderdag tegen Xanti en zijn tweede in de competitie. Verkouteren. Onmiddellijk 3 man van Standaard rond. Bal afhandig gemaakt. Mujangi Bia binnen door voor Ezekiel. De bal blijft liggen, is nog voor Mujangi Bia. Oh, wat een mooie goal. Wat een mooie goal van de man in vorm bij Standaard, Mujangi Bia. Ezekiel legt hem terug en dan, wat is dit fraai. Mujangi Bia. Ezekiel van de bal gehouden door Swinkels, maar dan teruggelegd naar Mujangi Bia. En dit is een heel mooi doelpunt. En al snel, minder dan 20 minuten gespeeld, staat het 2-0 voor Standaard. Bijna 27 minuten ver, vrije trap die interessant kan zijn voor Standaard. Met Özturk achter de bal, hij trapte meteen. En in de hoek moest Nathan Goris. Verrassend, maar niet verrassend genoeg voor de doelman van Lierse. Ezekiel. Nou, die bal kwam bijna bij Mujangi Bia. Nu wel via de Camargo. Binnen snijden en trappen net naast. Mujangi Bia. Zonder meer de man van de eerste helft of van het eerste half uur bij Standaard. Stanley Menzo toch met wat zorgen uiteraard na die 2-0. En dat wordt de 3-0. Oh, bijna. Mujangi Bia. Dicht bij de hattrick. Een zuivere hattrick. De bovenkant van de lat houdt hem van een derde doelpunt. Jelle Van Damme. Bal in het centrum voor Igor De Camargo die hem overkopt. De wedstrijd zonder problemen voor Standaard dat wel wat gas heeft teruggenomen, maar volledige controle heeft over de partij. Een wissel bij Lierse bij het begin van de tweede helft. Rashid Bourabia komt in de plaats van Julien Verkouteren. Mujangi Bia bemoeit zich met de eerste hoekschop van de tweede helft. Ezekiel laat hem door. En Simon op het hoofd van Enar Jäger. Eerste poging op doel in de tweede helft is voor Standaard. En Jäger heeft dat gevoeld. Een harde knal was het. 56 minuten ver en er wordt een dubbele wissel doorgevoerd bij Standaard. De Camargo, een uitblinker, Özturk. Gaan eruit voor Ibrahima Cissé en Michy Batshuayi.
Losada bij een vrij trap voor Lierse dat wel probeert mee te voetballen. Maar helemaal niet aan kansen geraakt tegen ook achterin een heel goed georganiseerd Standaard. Bal naar Bourabia en dan bijna Hazurov. De Bulgaar die net is ingekomen. Kali laat de bal liggen. Mujangibia verdeelt heel goed. Bulo heeft een afstandsschot. Bal wijkt af. En dan is daar het derde doelpunt van Mujangibia. Wat een prestatie. Drie doelpunten Mujangibia. En dat voor een aanvaller die in het tussenseizoen dacht om te vertrekken. Maar na een goede oefencampagne en een uitstekend begin van de competitie toch zal blijven zeker. Een klutsbal, maar het is wel 3-0 voor Standaard. Balverlies bij Lierse. Bij Gali. Ezekiel heeft hem. Ezekiel in samenspel met Batshuayi. En dan Yoni Buijs. Hij draaide hem naar de kruising, maar die bal ging er niet in. Ze blijven komen, die kansen bij Standaard. Ook dit was weer een goeie. Simon. Batshuayi. Batshuayi tegen Swinkels. Batshuayi nu tegen Goris. Het had al makkelijk 4 of 5-0 kunnen staan. Lierse mag zich gelukkig prijzen dat ze nog maar 3 hebben binnengekregen. Ezekiel. Die gaat over de reclamepanelen. Ja, een lelijke tuimel na die duw van Swinkels. Even verzorging voor Ezekiel, maar dan kan hij toch voortspelen. Het applaus is voor Jelle van Damme, die 10 minuten voor tijd naar de kant wordt gehaald voor Tal Ben Aim, de Israëlische international die zijn debuut maakt bij Standaard. Swinkels met een slechte controle. En dan is de bal voor Michy Batshuayi. Ze komen met veel nu. Batshuayi kiest de scherpe hoek. Kiest de verre hoek. De bal schuift naast. Farag. Laatste 2 minuten van de wedstrijd. Met Wils. En met Lambeau. De invaller. En Hazurov, een andere invaller. Op de benen van Kawashima. En zo komt Lierse toch nog dicht bij een neerredder. Maar het is niet meer dan een hoekschop. Mujangibia voor Ezekiel. Batshuayi, goeie bal. En Goris met een nieuwe redding. De doelman van Liers heeft meer dan zijn werk gehad in deze wedstrijd. Kawashima nog met de doeltrap en dan is het afgelopen. Een uitstekend Standaard heeft simpel de maat genomen van Lierse. Perfecte seizoenstart dus voor de Roesjes. 5 wedstrijden op rij gewonnen. En ze lijken klaar voor de eerste grote test volgend weekend op het veld van Racing Genk. Standaard, oftewel Mujangibia, 3. Lierse, 0.